bellen. Ah, en een beetje appen natuurlijk. Bellen. Lekker facetimen. Beetje lelijke smoel op mijn telefoon. Hé schat, zeg, ik sta bij de pindakaas. Maar je hebt metnootjes en zonder nootjes en grote potten en, hè? Nee, geen ballen, stukjes. Ja. Nee, nootjes, geen eikels. Oh, ik ben een eikel zonder ballen. Ja. Nou, dat schatje. Tot vanmiddag. Doei. Bellen. Ja, of sms'en natuurlijk. Als ik geen zin heb in het slappe gauwhoer. Bellen. Leuk man. Foto's plaatsen op Facebook. Van mijn eten en van mijn poes. Ik ben het eerst, mensen letten helemaal niet meer op in het verkeer. Ze doen maar en ze rijden maar. Ja, werk is niet zo erg, maar er gaat zoveel vrije tijd in dat natuurlijk. Dat is een leuk jongen. Hey! Achter met de stoephoer! Je ziet ook dat ik aan het bellen ben, dan kan ik toch mijn handen uitsteken! Bellen. Ik heb liever dat je je poot aan het stuur houdt, slappe zak. Hé hey, schat, hey, ik sta voor de deur. Kun je even open doen voor me? Ja, ik heb wel sleutels bij me, maar die zitten in mijn zak. En de telefoon heb ik toch altijd in mijn hand, dus... Ja, ik had ook even kunnen aanbellen, ja. Nou, doe hem maar open, want ik sta wel in de regen en de kou. Hé, hey, verdomme, zeg dan meteen dat je niet thuis bent. Als de regering nou een wet zou aannemen, dat je voor elke platgereden bellende fietser 100 euro premie zou krijgen. Dan zou ik als eerste mijn rijbewijs gaan halen en als tweede mijn baan opzeggen. Dat je hele batterij mag ontploffen. Bellen. Dat je plat gereden wordt en je scherm stuk is. Bellen. Dat je gehackt mag worden en rekening van 80.000 euro moet betalen. En daardoor nooit meer een normaal leven kan leiden.